en de vrije trap op de lat. Argenté sprint mee en die is sneller dan zijn directe tegenstander. En dat levert een doelpunt op ook. 1-0 voor Vitesse. Wallace. Leerdam. Goeie bal en de kopkans op de Douda gekopt. En alsnog, ja, de rebound is voor Olinjic. En dan is het 2-0 voor Vitesse. Van der Heijden, het bal valt goed, maar wordt het stadion uitgeschoten. Douda is daar ook. Olinjic, en het is 3-0 voor Vitesse. Daar is het schot en daar is de vierde. En een mooi doelpunt is het van de rechtsback. Wallace Oliveira dos Santos. Hier is de Ligtlieren met zijn eerste kans. Voorzet is ook goed, het schot ook. Daar is in ieder geval de 1-4 van Fortes. Mooi doelpunt. Maar daar is de 1-5 al meteen. Ja, dag hoop. Voor Dordrecht. Hij maakt zijn tweede. Voor de licht klaar. Het schot is hard op de lat. Pisas. Kruiswijk. Koolwijk. Oh, wat een schitterend doelpunt. Van Ryan Koolwijk. Laatste minuut. Nog één keer met Kazajsvili. En wat een lekkere uithaal. Vitesse wint. Het was zeldzaam effectief, zeker in de tweede helft. Dordrecht speelde een van de minste wedstrijden dit seizoen en was gewoon uiteindelijk niet goed genoeg.